Ik ben Volkert Fokkema. Ik heb hier een bedrijf met mijn vrouw. We hebben hier met z'n tweeën een bedrijf van rond de 100 koeien. Met een gemiddelde productie van rond de 9500 liter. We hebben zo'n 50 hectare land en zo'n 11 hectare mais. De reden dat ik Marie 69 heb opgegeven is het feit dat het volgens mij een hele bijzondere koe is. Ik wilde eigenlijk deze koe eens een keer in het zonnetje zetten. Nou, een paar maanden geleden is er de 100.000 liter melk geproduceerd. Ze zit nu op 108.000 liter. Het is eigenlijk een probleemloze koe. Ze is altijd in 1, 2 keer drachtig. Ze is nog geen 12 jaar, dus dat is op zich al een bijzonderheid. Ze heeft bikkelharde poten en het is een zeer karaktervolle koe. Het is eigenlijk een koe die elke boer zich zou wensen in de stal. Dus ik hoop dat die koe hoog scoort. Voor mij is het nu al lang geslaagd. Want bij de beste 12 van Nederland, nou, dat vind ik een bijzondere prestatie. Yeah.